Hallo, mama is er. We waren beide ontroerd na elkaar een dik jaar niet meer te hebben gezien en te hebben gesproken. We hebben het niet meer over mijn confronterende teksten van een jaar geleden gehad over hoe ik mijn jeugd heb ervaren. We houden het luchtig en de kinderen zijn blij om hun oma weer te zien. Boven hebben we een extra badkamer laten maken waar behalve de kinderen nu ook onze visite kan douchen. Het geeft mij veel meer rust dat een logé niet zomaar onze slaapkamer per ongeluk in kan lopen. Ik vertel mijn moeder over de nieuwe badkamer en ze laat weten dat ze het belachelijk vindt om zich niet meer in onze badkamer te kunnen douchen. Ah, dit is de eerste, voel ik. Maar ik hou voet bij stuk en ik weet, ik moet haar nog steeds op afstand houden. Goed oppassen met elke volgende stap die ik zal nemen.